Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, Vierhavo, Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag wil ik som 33 tussen de 32 bespreken. En nog even heel kort terugblikken op de theorie die we daarvoor nodig hebben. De theorie die we nodig hebben, dat is eigenlijk de sinusregel en de cosinusregel. De sinusregel en de cosinusregel werken in driehoeken, in algemene driehoeken. Dat betekent dat er geen hoek van 90 graden in hoeft te zitten. En als er wel een hoek van 90 graden in zit, dan kan je beter gewoon soms Castoa gebruiken. Hè? Maar in het algemeen werkt het in alle driehoeken. En er is een speciale notatie voor driehoek ABC om die regels op een leuke manier op te schrijven. Je kan namelijk zeggen, hoek A noemen we alfa, hoek B noemen we beta, hoek C noemen we gamma. De zijde tegenover punt A noemen we kleine a. De zijde tegenover punt B noemen we kleine b. En de zijde tegenover punt C noemen we kleine c. Als je dit accepteert, dan ziet de sinusregel er zo uit. A gedeeld door de sinus van alfa is gelijk aan b gedeeld door de sinus van beta is gelijk aan c gedeeld door de sinus van gamma. En dit kan je gebruiken als een verhoudingstabel. Dus als je bijvoorbeeld deze weet, allebei, en je weet die niet en die wel, dan zeg je die is die keer die gedeeld door die. En dan komt straks een voorbeeld. Dit heb je in het algemeen, dit is nuttig als je een zijde weet en een tegenoverliggende hoek. Anders heb je niks van deze regel. Nuttig als zijde plus overstaande hoek bekend is. Oké, dan had je ook nog de cosinusregel. En de cosinusregel ziet er heel anders uit. Die luidt als volgt. A kwadraat is B kwadraat plus C kwadraat min 2BC cosinus alfa. Hoe moet je dit onthouden? Het is toch wel een lange formule, hè? Nou kijk, eigenlijk mensen, dat begin ziet er gewoon uit als Pythagoras. Toch? A kwadraat is B kwadraat plus C kwadraat. En dan moet je gewoon nog iets bijschrijven om het kloppend te maken. Namelijk, die twee zijdes die hier staan, die schrijf je hier ook. Hè? Dus die B heb ik hier, C heb ik hier. En de hoek die hier staat, dat is gewoon de hoek die hoort bij deze zijde. Dus als je Pythagoras kan onthouden, je onthoudt als je de min 2 hebt en een cosinus, dan de rest kun je misschien nog wel bedenken. Het vervelende van de cosinusregel is dat die nog twee andere gedaantes heeft. Je kunt het namelijk doen voor hoek alfa, maar je kunt ook de cosinusregel opschrijven voor hoek beta en voor hoek gamma. Dus, en dat werkt als volgt. Je kunt namelijk de A, de B en de C cyclisch verwisselen. En je kunt ook de alfa, de beta en de gamma cyclisch verwisselen. En dat betekent, als er een A staat, maak je er een B van. Als er een B staat, maak je er een C van. Als er een C staat, maak je er een A van. En zo ook met alfa, beta en gamma. Als je dat doet, dan krijg je B kwadraat is C kwadraat plus A kwadraat min 2CA cosinus beta. Zie je dat ik alles één stukje heb gedraaid? Alfa wordt beta, C wordt A, B wordt C, C wordt A, B wordt C en A wordt B. Ja, dan kan je nog een keer doen. Dan krijg je C kwadraat is A kwadraat plus B kwadraat min 2AB cosinus gamma. En dit zijn alle drie de cosinusregels. Eigenlijk zijn ze hetzelfde, maar ja, ze zien er anders uit als je ze opschrijft. Oké, nou leuk is dat. En nu gaan we het toepassen op een driehoek ABC. En die driehoek ABC, daarvan wordt gezegd, even de letters erbij. Zijde A is 5, dus dit is 5. Zijde B is 6, dit is 6. Zie daar eens een B, hè? Zo. En zijde C is 7. En ze zeggen, bereken alle hoeken. Ja? Nou, het maakt natuurlijk niet uit welke hoek je als eerste doet. Laten we gewoon hoek alfa berekenen. Nou, en als we hoek alfa willen berekenen, dan hebben we deze nodig. Gaan we gewoon invullen. Dus, zijde A, A kwadraat, 5 kwadraat, is gelijk aan zijde B, 6 kwadraat, plus zijde C, 7 kwadraat, min 2. Deze twee getallen komen terug. 6 keer 7, dat is die b keer c, keer de cosinus van alfa. Dan hebben we straks de rekenmachine nodig, dus die zet ik even in beeld. En in beeld
En ook in beeld voor mezelf. Zo. Oké. Goed. Dit ziet er een beetje vervelend uit, maar lieve mensen, het enige wat hier onbekend is cosinus alpha. Dus we kunnen gewoon cosinus alpha berekenen. Dus je krijgt, dit is 25, is gelijk aan 36 plus 49 min 2x67. Nou, hoofdrekenen, daar heb ik zo'n ontzettende hekel aan. 84, dankjewel. 84 cosinus alpha. Nou, dan brengen we de 84 cosinus alpha naar de andere kant. Dan zijn we van dat minteken af. En dan houden we over 36 plus 49 min 25. Oké, 36 plus 49 is 85 min 25, 60 toch? Dus cosinus alpha is gelijk aan 60 gedeeld door 84. Heb ik dit goed gedaan? Volgens mij wel. Oké, maar wat is nou alfa? Nou, alfa, dat is de shift cosinus van dit getal. En die kunnen we berekenen met de rekenmachine. Dus we pakken de rekenmachine. Shift, oh, het moet even op graden staan, hè. Die van mij staat meestal op radialen, omdat ik met een andere klas bezig ben met radialen. Maar hij moet op graden staan, degree. Dat doe je door te klikken op mode en dan degree te selecteren. En dan doe je shift cosinus van 60 gedeeld door 84. Oké. Okay. 44,4 graden kom ik op uit. 44,4 puntje puntje, want ik moet er nog mee doorrekenen. Dus ik sla hem even op in A. Oké. Okay. Oké. Okay. Als je nou hoek B en C wil weten. Ja, Wout. Nou ja, kijk, als je deze vergelijking hebt, 2 keer x is 8. Wat is x dan? 4. En dat reken je uit met 8 gedeeld door 2. Dus je moet in het algemeen, als je zo'n vergelijking aan het oplossen bent, die delen door die. En dat doe ik hier ook. Alleen dit hele ding, dat is dan de x. Zie je dat? Oké, okay. Zijn er nog meer vragen? Oké. Okay. Ja, dus we zijn niet klaar met de som, want we moeten alle hoeken berekenen. En je kan natuurlijk zeggen van, ja weet je, we doen gewoon nog 2 keer de cosinusregel, maar dat is best wel veel werk. We weten nu een zijde en de tegenoverliggende hoek. En dat betekent dat we ook gebruik kunnen maken van de sinusregel. Dus laten we dat eens even doen. Dat kan hier wel. Dus we vullen even in wat we weten. Dus sinusregel, dit ding. A is 5. De sinus van hoek A is de sinus van die 44,4. Die heb ik in mijn rekenmachine staan, zodat ik niet hoef af te ronden. En nou, B weet ik ook. B is namelijk 6. En de sinus van hoek B, als ik die weet, dan kan ik gaan kijken wat B is. Dus dat is leuk. Verhoudingstabel. Als ik deze wil weten, doe ik die keer die gedeeld door die. Dus ik krijg de sinus van beta is gelijk aan 6 keer de sinus van 44,4 gedeeld door 5. Dus beta is de shift sinus van deze zooi. Gedeeld door 5. Oké, okay. Nou, intoetsen maar. Shift sinus. Shift is de second knop. De blauwe knop op je rekenmachine, linksboven. 6 keer de sinus van A. Ik vul dus niet 44 in, ik vul A in. Ik gebruik het geheugen van mijn rekenmachine, zodat ik niet tussendoor hoef af te ronden. Want tussendoor afronden is een bron van fouten. En dat willen we voorkomen. Dus deze hoek is... Kijk, heb ik het goed gedaan? Ja. Deze hoek is 57,1. En... Nou is er één klein probleem. Weet je nog wat er met de sinusregel wat er mis mee was? Jullie hebben het filmpje gekeken, de valkuilen van de sinusregel. Bij de sinusregel zijn er altijd 2 antwoorden. Het kan ook zijn 180 min deze hoek. Maar je ziet aan deze driehoek dat het allemaal scherpe hoeken zijn. Dus ja, deze kan, die andere hoek die kan het niet zijn. Dus hoef je niet bang voor te zijn.
Oké, ik doe heel even de deur een stukje dicht. Maria, je kan niet lopen op de trap. Oké. En die laatste hoek. Hoe zou je de laatste hoek... Ja. Oké, welke stap? Nou, sowieso dat als ik intyp volgens mij de 1 en dan 60.84, dan zou je uit moeten komen 43. Ja, als je op je rekenmachine op mode drukt en je kijkt hier bij radian en degree, welk dingetje is dan zwart? Als je het nu nog een keer doet, dan kom je wel goed uit als het goed is. Doe je al het hele hoofdstuk met radialen? Dat is maar zo'n feest. Maar nee. Ja, bedoel ik. Oh, oké. Okay. Nou, maar gelukkig, hè, dan heb je dus nu iets geleerd. Hoe berekenen we gamma? Zullen we dat ook met de sinusregel doen? Nee, natuurlijk niet. Want de hoeken van een driehoek samen zijn 180 graden. Dus als je twee hoeken weet, kan je de laatste hoek berekenen met 180 graden min de overige hoeken. 180 graden min de 44,4 min de 57,1. En merk op dat je niet tussendoor wil afronden, dus je toetst het zo in. Je doet 180 min die A, dat was hoek A, die had ik erin gezet. En ook nog min de ans van zojuist. En nu krijg ik de hoek die over is en die is 78,5. Hè. Hoeken doe je in principe op 1 decimaal als eindantwoord, niet als tussenantwoord. Dus dat zijn de hoeken. En hoek alfa eventjes op 1 decimaal, dat is 44,4. En beta is 57,1. Zo. Mooi, hè? Oké. Nou is er, nog één klein dingetje met die notatie. Deze leuke, superhandige notatie met alfa en a en b en gamma en dat soort zooi werkt eigenlijk alleen maar als je een standaard driehoek ABC hebt. Als je andere letters hebt, dan werkt het niet meer. Dus je moet deze twee regels ook kunnen opschrijven in een gewone driehoek. En het lijkt me leuk om samen ook nog eventjes te kijken naar som 33, waar je het in een andere driehoek moet doen. Vind je dat een goed? Ja. Ik wil de structuur van die regel kunnen zien. Dus als jij meteen dit opschrijft, dan vind ik het wel goed. En als je meteen dit opschrijft, vind ik het ook wel goed. Maar dan moet het wel precies kloppen met wat je ook zou moeten doen. Je moet eraan kunnen zien dat jij weet wat de cosinusregel is. Ik adviseer trouwens om gewoon aan het begin van de toets meteen die dingen even op te schrijven. Fout. Hoe doe je die A in je... Oké, dus laten we het getal 8 even nemen. En dat willen we opslaan in A. Ja? Dan druk je op sto. En sto, die zit boven de onknop. Dat is sto met een pijltje erachter, naast de 1. Ja. En dan krijg je ans, want ans was 8. Hè. Ans is het vorige antwoord. En die A maak je door te drukken op de groene knop alfa. Ja. En dan mat. Want er staat een groen aartje rechtsboven de matknop. Ja. Zie je dat? Als je dan enter doet, dan zit de 8 in de A. En als je dan die A nog een keer intoetst met alfa mat, dan krijg je je 8 weer terug. En voor 8 is dat natuurlijk tamelijk zinloos, want een 8 kan je ook zelf intoetsen. Maar als het zo'n lang getal is met allemaal cijfers achter de komma, dan is dit handiger. Lukt dat, Maud? Nee. Wat gaat er mis? Nou ja, dat doe ik niet. Maar wat doe je precies? Vertel eens wat je doet. Oké, ik doe het sto. Sto. Krijg je dan een anspijltje? Ja. Ja? En dan moet je een letter intoetsen. Dat doe je door eerst de groene in te drukken en los te laten. Ja. En dan mat. Ja. Dan krijg je toch een A in beeld? Ja. Oké, als je nou enter doet, dan is ans opgeslagen in A. Mm-hmm. En als je nou nog een keer A intoetst, ja. Dus met alfa indrukken, loslaten en dan mat, en dan weer enter doet, dan krijg je die waarde voor A weer in beeld. Zullen we iets anders op wortel 2? Zullen we wortel 2 doen? Wortel 2. Oh, wacht even, oké. Okay. Nou, kijk eens thuis. Wortel 2, als je dat in A doet, dan zit wortel 2 in A. En als je dan A kwadrateert, wat denk je dat er dan uitkomt? Ik denk dat er 2 uitkomt. Ja. Terwijl als je tussendoor zit te afronden en je doet dit, hè,
1,1442, whatever, zo. Als je dit gaat kwadrateren, dan komt er niet precies 2 uit. Dus dan heb je opeens na 4 decimalen een afgerond fout. En als je met je geheugen en je rekenmachine werkt, heb je dat niet. Lukt het nu wel, Maud? Momentje. Ga ik vast even vegen. Dan ga ik ruimte maken voor som 33. Domein zit. Dat heb je met je shift sinus en je shift cosinus. Dat komt omdat je in je sinus en cosinus een getal hebt ingevuld wat te groot is of te klein. Ik heb A. Maar welk getal was A? Ja, die ene. A is zeker 0. Nee, 0. Oh, maar dan moet je niet shift doen, dan moet je gewoon sinus doen. Als je. Net als met 1. Nou ja. Als we een. Zal ik het de nieuwe som doen en dan heel duidelijk aangeven wanneer het wel of niet shift is? Nee. Misschien werkt dat, want als je hoeken wil berekenen, dan doe je shift. En als je hoeken aan het invullen bent in sinus en cosinus en zo, dan doe je juist geen shift. Dus als je 44 invult in de sinus, 44 graden, dan doe je sinus en niet shift sinus. Ik maak even een schets en ik zal tijdens de som even benadrukken of we een shift doen of niet en waarom. Som 33 is eigenlijk bijna hetzelfde als som 32. Alleen de driehoek heet anders en de zijdes zijn iets anders. Dit is DE, F en DF is 7. Je ziet dus dat mijn schets volkomen waardeloos is. Ja, die klopt eigenlijk helemaal niet met de getallen die erbij staan. Maar toch is dat niet erg. Oké, okay. Wat ik me wel realiseer, is dat als die zo lang is, wat gebeurt er dan met hoek E? Want er is wel iets mis met mijn schets. Wat is er echt mis met mijn schets? Ik heb een driehoek getekend, maar de driehoek die ik heb getekend, die klopt eigenlijk niet goed. Ja, die 7 die is eigenlijk best wel vet lang. Ik ben bang eigenlijk dat het zo'n driehoek gaat worden. En dat betekent dat je hier een hoek krijgt die groter is dan 180 graden. En als je een hoek hebt waarvan je vermoedt dat die groter wordt dan 180 graden en je hebt alle zijdes, dan adviseer ik om daarmee te beginnen met je cosinusregel. Maar hoe ziet je cosinusregel eruit in deze driehoek met letters? Nou, het gaat om hoek E. Dus en de zijde die tegenover die hoek zit, die kwam alleen te staan. Dus je zegt dat is df kwadraat. De andere twee zijdes komen aan de andere kant van het is-teken te staan. DE kwadraat en EF kwadraat. Min 2 keer, en dan allebei die zijdes weer. Dus DE en EF keer de cosinus van hoek E. En als je dit er eng uit vindt zien, vergelijk het even met de cosinusregel die we net hadden opgeschreven voor driehoek ABC. Het verschil is dat deze zijdes gewoon hun echte naam hebben, met twee punten en niet een verkorte naam. En ook deze hoek, die heet geen epsilon of zo, maar die heet gewoon hoek E. Dit ding gaan we invullen. Ja, ik vind het. Wat vond je handiger? Ik vind het handig. Ja, dit is. Ja, anders moet je eerst even kijken wat allemaal ABC. Ja. Nou, ik ben het met jullie eens. Want die verkorte schrijfwijze, die kun je eigenlijk alleen maar gebruiken in een standaard driehoek ABC. En als het ook maar iets ingewikkelder is of andere letters zijn, dan werkt dat niet meer. Dus ik denk dat het beter zou zijn als het boek gewoon meteen deze notatie de hele tijd gebruikt. In dit geval kan je de sinusregel niet gebruiken, omdat je nog geen hoeken weet. Maar dus je kan gewoon altijd dus je mag een soort van kiezen, maar je kan altijd de cosinusregel. In elke driehoek werkt de sinusregel en in elke driehoek werkt de cosinusregel. Bedoel je dat? Oké, dus je kan altijd kiezen of ik gebruik die of ik gebruik die gekke verhoudingstabel. Ja, maar als je in dit geval de verhoudingstabel gaat proberen, dan zullen we gewoon even kijken, want we hebben hem straks toch nodig. Als ik de sinusregel opzoek, jawel, want we hebben hem zo nodig. Kijk, de sinusregel is df gedeeld door de sinus van hoek E is gelijk aan ef gedeeld door de sinus van hoek D is gelijk aan, welke heb ik nog niet, de gedeeld door de sinus van hoek F. Zie je dat ik steeds een zijde pak en de hoek die er tegenover ligt?
Je kan het ook zien aan de letters. Hè? Hier staat een E en die zit hier niet bij. Hier staat een D, die zit hier niet bij. Hier staat een F, die zit hier niet bij. Als je nou hier die sinusregel gaat invullen, dan krijg je dus DF is 7. En de sinus van hoek E weten we niet, want we weten hoek E niet. EF is 4 gedeeld door de sinus van hoek D. En dan heb ik ook nog DE, dat is 5. En dan moet ik nog delen door de sinus van hoek F. Maar omdat we deze drie hoeken niet weten, kunnen we hier niks in uitrekenen nog. Maar als we straks een hoek hebben, dan kunnen we dit wel gebruiken. Dus ik heb het niet voor niks opgeschreven. Ja, Dien? Je kijkt een beetje moeilijk. Ja, nee, oké, okay, echt waar? Ja. Ja, oké. Okay. Vertrouw je wel, maar even. Oké, goed. DF kwadraat is dus 7 kwadraat. DE kwadraat is 5 kwadraat. EF kwadraat is 4 kwadraat. Min 2 keer 5 keer 4. En dat zijn weer deze twee zijdes, die komen hier gewoon terug. Keer de cosinus van de hoek die tegenover die zijde ligt, dat is hoek 1. Oké, alle zooi uitrekenen. 7 kwadraat is 49, 5 kwadraat is 25, 4 kwadraat is 16. Min 2 keer 5, oh dit kan ik, dit is 40. 40 keer de cosinus van hoek 1. En nu moeten we die min 40 cosinus hoek 1 naar de andere kant brengen. Dan krijg je 40 cosinus hoek 1. En aan de andere kant krijg je 25 plus 16. Dat is natuurlijk 41. Min 49 is min 8. Nou, en dan kan je zeggen, de cosinus van hoek 1 is gelijk aan min 8 gedeeld door 40. En nu komt het, hè. Dus de cosinus van hoek E is dit, maar ik wil die hoek E weten. En nu ga ik die cosinus achteruit doen, zeg maar. En de achteruit cosinus, dat is de shift cosinus op je rekenmachine. Dus nu zeg je, oké, hoek E is gelijk aan de shift cosinus, de terug cosinus, van min 8 veertigste. En die rekenen we even uit. Dus, en check even of jouw rekenmachine het ook doet. Shift cosinus van min 8 gedeeld door 40 is 101,5. Oké. Puntje, puntje, puntje. Hè? Dus ik reken in mijn rekenmachine stiekem verder met... ik stop hem even in E, want het is immers hoek E. Hè? Why not? E maak je met sinus, alpha sinus. Oké, nu weet ik die. Zie je dat die groter is dan 90 graden? Dan weet ik zeker dat die andere twee niet groter zijn dan 90 graden. Dus nu kan ik veilig de sinusregel gebruiken. Oké. De sinusregel gebruiken, is dat moeilijk? Nee, want nu weet ik hoek E. Dit is niet meer de sinus van hoek E, maar dit is de sinus van 101,5 puntje, 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 puntje. En nu kan ik de sinus van hoek D uitrekenen met de kruisingsvermenigvuldige. Dus de sinus van hoek D is gelijk aan 4 keer de sinus van 101,5, puntje, puntje, gedeeld door 7. Dus hoek D, en nu wil ik een hoek berekenen. Als je een hoek wil berekenen, doe je shift. Dus je krijgt hier de shift sinus van 4. Kunnen jullie even je mond houden, heren? Ik weet dat het hier naast de pokkerrie is. Zal die docent Frans wel weer zijn met zijn luistertoets of zo. Maar hier kan het toch wel rustig zijn. Oké, shift sinus. Ja, van 4 en hier dan de gewone sinus. Je vult gewoon die hoek in, die 101,5. Die had ik in E gedaan, dus ik doe hier E. Gedeeld door 7. Enter. Bam! Die hoek is 34,0 puntje, puntje, graden. Ja, dus nu weten we hoek E en hoek D. En hoek F kunnen we dan berekenen met hoeken zonder driehoek. Dus hoek F is 180 graden min de 101,5 min de 34,0 en dat geeft 180 min hoek E min hoek D, maar die had ik nog niet in D gedaan, dus die werk gewoon even met ans. En dan krijg ik mijn hoekje eruit, dat is 44,4. Hé, hey, 44,4, dat hadden we net ook. Is dat niet heel toevallig, mensen? Zou het dezelfde 44,4 zijn? Denk het niet. Ik weet het niet zeker. Nou ja, hey, spoel even terug en kijk even of we net ook dezelfde 44,4 hadden. Ja!
Ja? Dat is gewoon min 1. Het enige wat daarbij een sinus kan staan is min 1. Dus een beetje klein in beeld. Maar als je hem op 720p afspeelt op YouTube, dan kan je dat net zien. Ja, Maud. Jij vraagt van, ja, maar je bent nu de cosinus aan het gebruiken om een hoek te breken, maar wat doe je als je een zijde wil breken? Ja, dus stel je wil bij die eerste, nu hebben wij gedaan dat je df wil berekenen, maar stel je wil d1 weten. Ja, dus dan... bijvoorbeeld df, min af doen en dan d1? Nee, dat zou ik niet zo doen, want die de staat hier namelijk ook nog in. Ik denk dat als je DE wil weten, dan en je wil de cosinusregel opschrijven voor DE, dan zeg je van oké, DE kwadraat. De andere twee, dus die niet DE zijn, die schrijf je hier. Dus dat wordt EF kwadraat plus DF kwadraat. De andere twee zijdes. Ja, maar ik ben nog niet klaar. Dan doe je min 2, dan pak je die twee zijdes nog een keer. En dan krijg je hier de cosinus van de hoek die tegenover DE ligt. En dat is? Welke hoek? Oké, F. F. Dus de cosinusregel voor DE, die ziet er gewoon hetzelfde uit als die. Alleen de zijden staan op een andere plek. En de manier waarop dat staat is altijd, de zijde die je wil weten is die. De twee andere zijden staan hier. Die staan hier nog een keer. En hier staat de cosinus tegenover die. En er zijn altijd drie manieren om dat te doen. Dat was ook bij de drie cosinusregels die ik net had opgeschreven in het begin van het filmpje. Die zien er allemaal hetzelfde uit. Oké, nou dat was leuk. We hebben nog 5 minuutjes. Ik wil nog even nog één voorbeeldje met de cosinusregel. Dan laat ik jullie gaan. Oké, en dan heb ik deze les hard gewerkt. En sommige mensen, Maud, die heeft goed meegeschreven, mee zitten kijken. En andere mensen hebben een wat relaxter houding in de les. Dat mag natuurlijk ook. Oké. Stel je voor dat ik deze driehoek, KLM, deze is 10, deze is 8 en deze hoek is 25 graden. Met de sinusregel kan ik niks, want ik weet de hoek niet die tegenover die zijde ligt. Ik weet de hoek niet die tegenover die zijde ligt en ik weet deze zijde niet die tegenover deze hoek ligt. Dus als ik zoiets ga opschrijven, dan krijg ik niks wat compleet is. Geen heel ding. Maar wat ik wel kan doen, is de cosinusregel. En is er misschien iemand die goed heeft opgelet, die het aandurft om de cosinusregel even te zeggen wat ik dan moet opschrijven. Dus ik wil LM weten, dus de hint is, ik begin met LM kwadraat. Oké, hoe luidt dan de cosinusregel? Wie durft? KM kwadraat. KM kwadraat. KL kwadraat. KL kwadraat. Is? Min 2, hè? Min 2, ja. Keer KM. Ja. Keer KL. Ja. Dan is het dus die cos en dan... Ja, dat kan ook. Het is de cosinusregel. Het is met cosinus. Ja, ja. Dat is dan... Ja, dat is namelijk de zijde tegenover LM. Oké, en dit kan je gewoon helemaal invullen. Hè? KM kwadraat is 10 kwadraat, KL kwadraat is 8 kwadraat, min 2 keer 10 keer 8 keer de cosinus van hoek K, maar die was 25 graden. Dit kunnen we gewoon intoetsen. Oké. 10 kwadraat plus 8 kwadraat is 164, min 100, 2 keer 10 keer 8 is 160 toch? 160 cosinus 25 graden. En dan komt een getalletje uit. Dus 164 min 160 cosinus 25 graden geeft 18,99. Dus is die zijde dan 18,99? Nee, want LM kwadraat is 18,99. Dus je moet nog de wortel doen. Dus dan doe je de wortel van ans. En dat geeft 4,4 op 1 decimaal. 4,357838.
2, 3, 4 op de rekenmachine. Mooi, hè? Nou, ik hoop dat jullie nog even wat tijd nemen om zelf te oefenen met deze prachtige theorie. En de volgende les gaan we het hebben over het herleiden van wortels. Dus, ga nog even afsluiten. Ik ga gewoon zelf de Zoom proberen te starten. Waarom doe ik niet? Ik heb helemaal dat ding ingesteld. Ja, nee, maar echt. Net ook bij de zesde klas. Hij zou ook F7. Ja, nu doet hij het wel. Oké, dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit. Minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft.